Waar iedereen wel gekomen, ja? Ja. Ik ben blij dat ik ook de leden zie en al. Ik ben ook blij dat mensen die al een beetje krijgskunst of martial arts gedaan hebben, die nu weten ook al wat verwanten. Ja? Dat is ook al belangrijk. Hè? Vandaag is dus ook zelfverdediging tegen het mes. Ja? Oké, okay. Moet eerst allemaal bij mij komen, ja? Kijk maar een keer. Alle soorten messen die er zijn. Ja, ik wil er veel pakken. Mes is ook een van mes of reet of dolk, wettelijk is er twee mesjes toegelaten. Dat die lengte. De rest. Ja. Mes hebben ze ook in alle vormen ook. Je hebt de ene met ene snijkant, dus de achterkant, en ook met dit. En kunnen ook met blijd, kijk, dit kunnen op verschillende manieren het mes gebruiken. Ja? Je ziet in elke vorm, kijk, ligt er bijna al, zit. Ja? Kijk, ook een Indisch mes ook, veel gebruikt wordt in Indië. Ook speciale manier dat ze doen. Hè? Ook dat kan ook allemaal licht van die Amerikaanse films. Ja? Ja, maar dat is meer show. Daar kun je eigenlijk niet veel mee bij de films doen, in Amerikaanse films. Maar ja, ook een mes kan ook overal slecht steken. Zigeuners bijvoorbeeld hier. Pak! Maar allemaal zeer snel. Hè? Ja. Natuurlijk, bij een mes is ook een andere attitude, een andere bedoeling voor u te leren verdedigen. Ja. Dat is wel belangrijk dat het dan zo staat. Ja. Waarom? Anders heb je hier die slagaders ook al, ja. Zit. Sowieso, ja. Maar hier snijden gaat ook bloed, daar gaat het niet over. Zit. Maar het gaat minder zeggen, kun je nog reageren, ja. Oké. Okay. Die mes gaan we nog niet gebruiken. Misschien tweede les. Kijk, leden nog wat messen ook, in elke mes daar beneden, daar links. Sorry. Ja. Wat op. Kijk,